Magie kieken, nou wat stiek is een doel. Magie kieken, laat me kieken, nou wat stiek is een doel. Goeiedag, voorzien op zoek naar een houten auto. Zie je dat dan goed, hè? Dat klopt, dat is echt perfect, ja. Zoveel dat je meer van kunnen weten. Zeker, kom binnen. Er zijn diverse soorten hout. Wat is er in verwerkt? Vuurhout en brandhout. Dat wordt eigenlijk de twee meeste houtsoorten wat wij gebruiken voor kozijnen te maken. Dus dat wordt de lathoutjes. Het is eigenlijk gekomen met een weddenschap in een café vroeger. Voor twee gleesjes bier met een vriendfamig. Dus heet de kinderen van alles maken, met een houten auto kinderen niet maken. En ze hebben gezegd voor wedden, voor twee glazen bier. En 700 euro daarna ben ik nu gaan holen met mijn houten auto. En mijn glazen bier gekregen. Wie zit er nu in elkaar? Nou, ik heb een oude volkswijk op de kop kunnen tikken. En dat was vroeger in de kosten, de kassen die kostte met een paar schroeven kosten verwijderen. En als het je ziet met de moeite aan, dus nu had ze gaan zuiver. Dus hij is ook. Ja, dit is van de vraagwaak van Volkswagen. Want ik was niet zo'n techniek voor de auto, voor de auto gedeelte. Maar hij kon zich wel veel in vinden. En hij zegt dat het je ziet van dat toen ik dat gesloopt werd, dat hebben we natuurlijk eerst allemaal fatsoenlijk in orde gemaakt voor, tot ze dan niet meer aankomt. Dat ze geprimerd en gelak en die op een slijt bij neven is dat nog gans in orde gemaakt met een motor, met een motorisch, met de shockbrekers en zo. En zo ben ik eigenlijk begonnen. Nu is ze ook te veel zijn, maar er moet ook eens een keer de weg op kennen. Ja. Wie is dat gegaan? Ja, dat is eigenlijk toch wel vrij lastig geweest, tenminste in het begin. Daar is toen de politie aan mij bij begonnen te komen en die had ook gehuurd tot genoten autobahn maken. En die zag de jongen, dat kun je niet meer op de weg, dat geeft niet, we kunnen niet, zo werd, dat is niet mogelijk. Ik heb toen ook gezegd, ik heb de hoofd niet te wegen, als je dus maar voor die twee glazen weer zeggen, dan voorkomen je dan aan van straten of op honden of weet niet wat allemaal. Maar het geeft niet voor die twee glazen weer, dat was ik niet natuurlijk, dat lag. Maar die zijn in de weiplas gekomen, die waren al niet veerig en die stonden echt met hun ogen te knippen. En die zei, nou zit er, ik ga en vragen of de directeur van Rijksdienst Wegverkeer wil komen doen, want dit moet je ver vinden tot er wel op de weg kan, want dat is zo perfect, moet je zitten, dat is een goede huis. Ik zeg, en ook nog eens de gordels schuiven. Nee, en zit er dat hoofd niet die gordels, maar die keer ze beter niet hebben, want als ze met een houten auto over de kop vluisteren, maar ze is het beter af als ze de verloopt vluist, zelf. En soms al dat hoort op de kop kreeg. Zeg maar, nu stel, Pompkamp van zijn museum, of Lauwman, en die zeggen ook nog zoiets voor hebben interesse in die auto. Wie zijn ze daar dan tegenover? Ik heb daar wel interesse in voor dat aan een museum te verkopen. Dus, maar dan moet toch wel een redelijke prijs, een redelijke goede prijs ervoor zien. En tot er dan ook wel echt op blijft staan en niet maar tijdelijk of zo. Maar ja, aan de andere kant denk ik, misschien is het met een kleintje om dat plezier aan. En hoe voelt dat? Ja, grandioos man. Ja, wat een luxe. Lekker weer. Dat is gaat er met naar Frankrijk te gaan. Vooral met zo weer, hè. Dat ja.